De ontwikkeling van de Afrikaans-Suriname-mangs op sociaal-maatschappelijk gebied is nog steeds een enorme uitdaging. De verschillende groepen staan namelijk nog niet helemaal op één lijn. Tot die conclusie komt de stichting Pardon en Heling onder leiding van Iwan Wijngaarde en Imro de Randami. Deze organisatie vloeit voort uit de Federatie voor Afrikaans-Suriname-mang en heeft vanaf 2015 intensief onderzoek verricht naar pijnpunten en zaken die gedaan kunnen worden op de Surinamers van Afrikaanse komaf een betere positie te geven op de maatschappelijke ladder. De trekkers van de stichting hebben gisteren een toelichting gegeven over het verloop van dit proces. Volgens de Randami zijn er domeinen van maatschappelijke waardering in beeld gebracht. Deze moeten stap voor stap gerealiseerd worden. We zullen elkaar nooit meer uitsluiten. We werken aan heldere en realiseerbare doelen op alle maatschappelijke domeinen. Je moet zich voorstellen, heldere, realiseerbare doelen. Wij gaan niet dromen en iets neerzetten alleen vanuit een droom. Maar wat kunnen we doen? En als we het nog niet kunnen doen, hebben we educatie nodig. De domeinen van maatschappelijke waardering, die kunnen we noemen. Die staan hierop geschreven. We beginnen educatie. Als wij kijken naar de scholen van het voortgezet onderwijs, als we kijken naar het resultaat van de scholen, naar de beroepen, de hogere beroepen, dan zien wij dat de Afrikaanse Renamang daar ondervertegenwoordigd is. Met elkaar, met de verschillende benamingen, als we de Afrikaanse Renamang bij elkaar optellen, zijn ze samen zo'n 53% van de Surinaamse bevolking. Maar in het hoger kader zit er geen 53%. In de winkels die er zijn als we het hebben over economie, is nog geen 4% van Afrikaanse Renamang. Op de een of andere manier is ondernemerschap niet iets wat waarschijnlijk in ons zit. Of in ieder geval pakken we de kansen niet. Volgens Wijngaarde zal het proces van pardon en heling niet gemakkelijk zijn. Hij wijst erop dat de Afrikaanse Renamangs veel geduld zullen moeten betrachten in dit proces. Pardon is met je mond beleven, maar we gaan het heel, zeg maar, traditioneel en op een correcte wijze doen. Waardoor men kan voelen dat de wil aanwezig is. Maar als de wil aanwezig is, wil nog niet zeggen dat het gerealiseerd wordt. Dit gaan we ook goed vastleggen, zodat het overal, als men ziet dat de leiders, zeg maar, voor pardon zijn. Dan breng je het overal waar, zeg maar, de nazaten zijn. Dan zien ze van, de leiders zijn pro, ze willen dat. En wanneer de projecten gaan beginnen, dat is het heling. Het heling gaan we vinden in de projecten. Op het moment dat je wil werken aan een heling, dan moet je projecten opzetten. Dan ben je verplicht met elkaar samen te werken. Maar moet men weten, de massa die dus moet werken aan de heling, die moet weten van, mijn leiders zijn allemaal... staan erachter dat we pardon moeten zeggen, dat er een probleem is onderling en dat we het probleem moeten overbruggen. En zo gaat het gaan. En dat is niet een project van een dag. Al dus Iwan Wijngaarde, een van de trekkers van de stichting Pardon en Heling, gisteren tijdens een presentatie. De uiteenzetting vond plaats in de Botanische Tuin aan de Prefinlaan.